Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Voetballen op dinsdagavonden. We zullen het naar alle waarschijnlijkheid vaak gaan zien dit seizoen. Want als een competitiewedstrijd in het weekend niet door kan gaan vanwege een coronabesmetting, dan moet er anderhalve week later midweeks worden ingehaald. En dat gebeurt dan stevast op dinsdagavond. Zo ook dit duel Alfia tegen TAVV in de derde klasse A bij de zaterdag amateurs. TAVV spelend in het geel met de eerste kans van de wedstrijd. Van der Hout mikt op de paal. En ook bij dit duel is geen publiek aanwezig. Meerdere coronabesmettingen waren er in de selectie van TAVV. Daarom ging het duel eind september niet door. Sterker nog, beide teams kwamen afgelopen zaterdag ook niet in actie. TAVV om dezelfde reden. Bij Alfia waren meerdere coronabesmettingen aan de kant van Sporting Leiden de reden. Van Koert schiet de bal hiernaast. Kans nummer 2 voor TAVV, dat vorig seizoen eigenlijk kampioen had moeten worden in de derde klasse A, stond flink voor op Aarlanderveen, maar de competitie werd afgebroken vanwege corona. Dus komt die ploeg dit seizoen wederom in actie in de derde klasse. Is alleen geen titelfavoriet nummer 1, dat is Reeuwijk. Maar TAVV geldt ook voor Alfia en Aarlanderveen, zijn wel belangrijke outsiders voor het kampioenschap. En TAVV komt dan op slag van rust op voorsprong. Robin van Koert trekt je aan het shirt van Lipsius. Het wordt niet gezien door de scheidsrechter of hij vindt het in ieder geval niet erg genoeg. Of het nou de reden is dat Lipsius de bal niet raakt, is een tweede. Een overtreding was het natuurlijk wel. Scheidsrechter fluit niet. In twee instanties kan de spits van TAVV scoren. Terechte voorsprong op basis van het spelbeeld in de eerste helft. Duurham naar Vennig. Een van de nieuwkomers aan de kant van Alfia. Overgekomen van het zaterdagteam van Alphens Bosch. Herenigd met Atif Elbouni. Beide spelers speelden 2 jaar geleden nog bij eerste klasse Argon. Elbouni is vorig seizoen al naar Alfia gegaan. Hier komt Alfia op gelijke hoogte. Vincent Hogevorst. Er wordt gevlacht voor buitenspel door de assistentscheidsrechter van TAVV. Ja, op basis van deze beelden kun je constateren dat dat onterecht gevlacht is. Goed gezien door de scheidsrechter. En in blessuretijd maakt Alfia er 1-1 van. Ook Dennis Boer is nieuw bij Alfia. Overgekomen van Nieuwkoop, tegen wie Alfia de allereerste wedstrijd van het seizoen verloor. Het is voor beide teams overigens pas de tweede wedstrijd van deze competitie. Terwijl er toch al 4 speelronden achter de rug zijn. Daar is Van Koert, redding van keeper. Ik zeg trouwens 4 speelronden, 3 speelronden moet dat zijn. Daar is Vennig. Met name in de tweede helft wordt er flink gebruik gemaakt van de ruimte die op de flanken ligt bij TAVV. Daar komt het schot, maar de redding van doelman Pater. Van Rijn, die schoot, zou eigenlijk op de bank starten, maar begon in de basis omdat Zuidervliet in de warming-up afhaakte met een blessure. Wil gaat in de tweede helft via Vennig, ook deze bal, naar Van Rijn toe. Moet naar zijn rechterbeen, gaat naar zijn rechterbeen en scoort. Schiet de bal in de verre hoek. Heeft de keeper van TAVV geen antwoord op. En dan de voorsprong voor Alfia na een minuut of 10 voetballen in de tweede helft. Vennig, daar hebben we hem weer. Zoekend naar de ruimte aan de linkerkant van het veld. Wederom Van Rijn, de maker van de 2-1 dus. Legt hem breed en dan is daar Dennis Boer. 3-1 voor Alfia. Na een uur voetballen. Ja, en dan scoort Alfia in een kwartier tijd 3 maal. En dan is Alfia heel erg dicht bij de eerste overwinning van het seizoen. Zeker als TAVV eigenlijk geen gevaarlijke kans meer weet te creëren. Vennig met de voorzet. Kopbal en de redding van Pater. Goed gedaan. Kopbal was van Hazenbroek. Wat rest is een hoekschop voor Alfia. Laag getrapt. Niet goed geraakt hier door Klerks. Ook nieuw bij Alfia, overgekomen van het tweede elftal van ARC. En dan de omhaal van Van Rijn. Ja, en als je dat op Ibrahimovic-achtige wijze probeert te doen, dan krijg je als derde klasse voetballer gewoon kramp. Alfia wint de wedstrijd met 3-1 van TAVV. De eerste 3 punten zijn in de pocket. Lekker overwinning, hè? Ja, heerlijk. De eerste overwinning. We hebben hier met z'n allen naartoe gewerkt. En we wisten dat we vandaag moesten winnen. Hoezo moesten winnen? Nou ja, we hebben de eerste wedstrijd natuurlijk verloren tegen Nieuwkoop.
Onverdiend vinden we. En we zijn hard gaan trainen. We hebben 2 weken lang niet gespeeld door corona. En uiteindelijk hebben we heel goed getraind hier naartoe. En uiteindelijk hebben we vandaag gewonnen. En zijn we met z'n allen zeer tevreden op elkaar. Hoe vind je het nou dat je nou 3 dinsdagavonden achter elkaar moet spelen? Eigenlijk belachelijk. Ik heb van de weekend Hans Hensmengel gevraagd of hij bij de KNVB wil aanvragen of de A-categorie 5 wissels mocht inbrengen. En ze hebben het afgekeurd. En ik vind dat onbegrijpelijk, want alle B-categorie wedstrijden van amateurvoetbal mogen 5 keer wisselen. Bij de profs mogen ze 5 keer wisselen. En volgens mij, als ik nu kijk, hebben wij hetzelfde programma als de profs. Is het dan ook niet beter om die bekerwedstrijd ook op een later stadium te spelen? Nee, want als we hem winnen, dan moet je 14 november weer spelen. Dus je blijft voetballen. Verwacht jij dat de competitie uitgespeeld wordt? Ik denk het wel, want ze willen geen lockdown. En als ze het niet zouden willen, hadden ze het al lang in de rij gegooid. En ik denk dat ze het gewoon laten uitspelen. En ja, de vraag is natuurlijk of dat wel ver gaat. Of het überhaupt sportief is, want je krijgt een soort van competitievervalsing. En dat vind ik, want we hadden afgelopen weekend tegen Leiden moeten voetballen. Ik wist de week ervoor hadden een rode kaart en een paar geblesseerde spelers. Nou ja, nu spelen ze, voordat wij tegen hun spelen, spelen ze tegen andere tegenstander. Waardoor ze met een hele andere samenstelling komt. Dus hier en daar zie je dan dat gewoon dat het eigenlijk niet klopt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.